In een bedrijfspand aan de Fokkerstraat is donderdag een enorme partij namaak merkkleding aangetroffen. Politie, handhaving, recherche, douane en de gemeente Schiedam zijn tot in de avond bezig geweest met het leeghalen van het pand. Alle aantallen moesten worden genoteerd en tevens ook alle verschillende merken. Van ondergoed tot jassen, van t-shirts tot kinderkleding, alle maten en merken waren aanwezig. Na de telling werd alles in aanwezige vuilniswagens gegooid en afgevoerd voor vernietiging. Op de locatie werden ook 3 gestolen busjes aangetroffen. Die zijn weggesleept door de politie. In het pand en in diverse busjes die in de omgeving stonden geparkeerd, werden vaten met een onbekende vloeistof aangetroffen. De douane heeft die van monsters genomen om te achterhalen wat erin zit.